Goedenavond allemaal, hartelijk welkom. We praten deze maand over karma en vanavond is de titel Kennis van Karma, het wapen voor vrede. Allereerst, onze organisatie, de Theosophical Society Point Loma, kent vanaf het begin van de vorige eeuw een sterke vredestraditie. Toen Catherine Tingley aan het hoofd stond, zijn er allerlei bijeenkomsten georganiseerd, zoals vredessymposia, vredesconcerten, conferenties en vredesmissies over de hele wereld, waarin telkens werd besproken dat oorlogen te voorkomen zijn en hoe ze ook te voorkomen zijn. En als we hier niet in waren geslaagd, dus als er daadwerkelijk toch een oorlog uitbrak, konden we ook vertellen hoe vrede hersteld kon worden. We hebben dus ruim een eeuw ervaring in nadenken hoe oorlogen tot stand komen, hoe ze voorkomen kunnen worden en als ze eenmaal bestaan, hoe we weer tot vrede kunnen komen. En dat alles op basis van de oude wijsheid. We hebben met onze organisatie in 1999 aan een Haags initiatief voor vrede meegedaan en toen ontdekten we dat er wereldwijd zo'n 2000 NGO's zijn, vrijwilligers, organisaties, die zich bezighouden met oorlog en vredesvraagstukken. Maar we hebben geen organisatie kunnen ontdekken die uitgaan van de geestelijke eenheid, de onlosmakelijke verbondenheid van al het leven en dat alles eeuwig leeft en grenzeloos is. En ook niet de wet van reïncarnatie en karma of cycliciteit werd daarbij niet betrokken. Dit zullen wij vanavond wel doen. We bespreken oplossingen tegen oorlog en de weg naar vrede, gebaseerd op die universele wetten in de natuur. We hebben ons de afgelopen twee woensdagavonden al verdiept in karma en daar kwam uit naar voren dat ons leven, ons karakter, onze omstandigheden, de gebeurtenissen in ons leven nooit toevallig of willekeurig zijn. Aan alles in ons leven liggen denkpatronen ten grondslag. Gedachtenpatronen die tot handelingen leiden. En als we die handelingen en gedachten herhalen, leiden ze tot een gewoonte. En al onze gewoonten tezamen vormen ons karakter. En overeenkomstig ons karakter, is dit persoonlijk zelfzuchtig of bovenpersoonlijk onzelfzuchtig, creëren we vanuit ons handelen harmonieus of disharmonieus karma. Dus als we vanavond over karma als wapen voor vrede praten, kunnen we zeggen dat er altijd persoonlijke gedachtenpatronen ten grondslag liggen aan conflicten en oorlogen. In een oorlog is er sprake van groepskarma, wat zich aan het voltrekken is. En groepskarma, vertelden we vorige week, is karma wat we als groep maken. Een groep vrienden, collega's of familieleden. We doen dan binnen die groep ervaringen op en leren van elkaar. Maar dit geldt dus ook voor een land of een volk, want dat is ook evenzeer een groep. Een groep die wordt gevormd door een verzameling mensen van een overeenkomstig type bewustzijn, die met elkaar toe zijn aan het leren van een bepaalde levensles. Door karmische oorzaken en innerlijke banden zijn we met elkaar verbonden en daarom reïncarneren we dus ook altijd in groepen, waar we eerder dus die innerlijke banden mee hebben opgebouwd. We hebben samen met het volk waarin we leven in het verleden dus oorzaken gezaaid en nu oogsten we samen de gevolgen. En ook het volk waarmee we in oorlog zijn is dus ook geen toeval. Ieder nieuw leven brengt ons samen met de mensen waar we banden van liefde of haat mee hebben. De karakteristiek van een volk of een natie bestaat dus uit de totaalsom van de gedachten die deze mensen denken en hun onderlinge attracties van liefde en haat. Het beschavingspeil wat een volk heeft, wordt weer bepaald door de idealen die zij gemeenschappelijk hebben. Die kunnen op een edel en universeel niveau liggen, zoals vrijheid, gelijkheid en broederschap. Maar andere volkeren hebben misschien meer een persoonlijk ideaal, zoals eigen volk eerst. Het groepskarma, wat wij als volk met elkaar uitwerken, kan dan ook per mens weer heel verschillend zijn. De ene mens sterft misschien in de oorlog, de ander overleeft de oorlog, maar moet nog de rest van zijn leven met bijvoorbeeld een trauma leven. Dus wat wij bijvoorbeeld slecht karma vinden, bijvoorbeeld van de buren, zijn dan ook precies die lessen
die voortkomen uit hun karma. Het zijn lessen waardoor ze een groeistap kunnen maken. We moeten dus niet naar het karma van anderen gaan kijken, naar de lessen die hij leert, vanuit ons eigen perspectief, ingekleurd door ons karakter met onze emoties en andere eigenschappen. Eigenlijk kunnen we ook niet spreken dat karma goed of slecht is, of positief of negatief. En als je leert van slecht karma, ja, was het dan niet juist weer goed karma? Dus wanneer je met wijsheid reageert op zogenaamd slecht karma, en je leert daaruit een levensles, wordt het in feite weer goed karma. En omdat je door wijsheid je hogere natuur tot uitdrukking leert brengen en je oud karma wegwerkt, ben je in staat dus om een volgende groeistap in je evolutietocht te maken. Het hangt er ook van af hoe iemand op zijn omstandigheden reageert, of het karma een voor- of nadeel voor hem blijkt te zijn. Want onze reactie op huidig karma, de gevolgen in dit leven, bepaalt weer ons toekomstig karma. Dus armoede of slechte gezondheid, wat we dan slecht karma zouden kunnen noemen voor de persoonlijke mens, kunnen zowel goed als slecht karma weer in de toekomst opbrengen. Stel dat we geleerd hebben om naar ons karma te kijken als strikte rechtvaardigheid, dan gaan we ook anders reageren op die tegenslagen. Het zou kunnen zijn dat we dan gaan begrijpen waarom ons dit gebeurt. En door dat begrip gaan we dan het karma, die gevolgen, in harmonie tegemoet treden. En gaan we die keten van oorzakelijkheid, van zelfzucht doorbreken. Je zou kunnen zeggen, hebben we een obstakel weggewerkt in ons karakter, waardoor we weer een groei kunnen doormaken. Dan is eigenlijk slecht karma feitelijk goed karma, omdat we onze evolutie mee bevorderen. Ik probeer een voorbeeld te geven hoe we naar zogenaamd goed en slecht karma kijken. In eerste instantie kijken we naar tegenslagen, naar dat slechte karma dan, oorlog, ziekte, het verlies van een dierbare, geldproblemen, vaak met een zekere afschuw, soms boosheid of zelfs angst. We vinden het onrechtvaardig of wreed dat ons dit moet overkomen, of dat anderen dit moet overkomen. Maar met die kennis van karma weet je nu dat de gevoelens die opgelopen worden juist de gevoelens zijn waarmee we ze ook hebben veroorzaakt. Karma leert niet alleen dat de gevolgen van ons handelen uit het verleden altijd tot ons komen wanneer we de beste lessen eruit kunnen leren. Met andere woorden, we hebben onszelf daar in die omstandigheden geplaatst waar we dus ook die beste kansen hebben om die lessen te leren. Karma is ook dan nooit straf of beloning, maar altijd strikte rechtvaardigheid. We zien het soms gebeuren dat mensen zogenaamd moeilijk karma hebben en achteraf zeggen, als die moeilijke situatie weer in rustig vaarwater is gekomen, het was zeker niet makkelijk, maar ik heb in een korte tijd meer geleerd als mijn hele leven daarvoor. Ik had het ook niet willen missen. Hoe komt dat, zou je zeggen? Zoals we zeiden, karma is onze leermeester. We ontwikkelen in perioden vaak van tegenslag andere vermogens, kwaliteiten, eigenschappen. We ontwikkelen bijvoorbeeld meer begrip, geduld, wilskracht. Soms moet je gewoon handelen in die situaties. Je gaat je afvragen, wat is ook het beste met die nieuwe situatie om te doen? We gaan anders kijken ook naar onze relaties. Die komen vaak in een ander licht te staan. Waar we ons voorheen druk om hebben gemaakt, wordt ineens minder belangrijk. En deze ingeboren latente krachten, vermogens, worden dan opgeroepen. En als het goed is, worden ze dan ook beoefend. En de ware innerlijke mens, zou je kunnen zeggen, reageert. Tegenspoed of slecht karma is in onze fase van ontwikkeling vaak een betere leraar als zogenaamd goed karma. Goed karma, financieel geen problemen of qua gezondheid, kan leiden tot het achteroverleunen, waardoor je weinig levenslessen leert. Er zijn mensen die menen dat oorlogen en andere ellende noodzakelijk zijn voor de evolutie van de ziel. Oorlogen, zeggen ze dan, zouden nodig zijn voor de mensheid om te leren. Op basis van karma is dat niet het geval. Wij roepen juist op om vooral niet de natuur te verstoren. Het is vele malen beter geen disharmonie in het leven te creëren.
Als we op die manier onze leerschool doormaken, de natuur verstorend, blijven we onnodig lang hangen in die modder van dat fysieke bestaan. Wij zeggen juist op basis van die oude wijsheid, doet het tegenovergestelde. Namelijk, leren denken, handelen, leven naar onze hoogste inzichten, je meest edele idealen, je geweten, je rechtvaardigheidsbesef, waardoor we de eenheid in de natuur, waar we allemaal een onlosmakelijk deel van zijn, niet verstoren. Als iedereen, ten behoeve van de samenleving, waar die een deel van uitmaakt, doet wat hij overeenkomstig zijn talenten moet doen, naar vermogen alles doet, om het totaal goed te laten functioneren, dan creëren we feitelijk harmonie. En zo stijgen we harmonieus uit boven het vaak pijnlijke karma van mens en mensheid tot een meer spiritueel bewustzijn waar dat pijnlijke karma niet langer bestaat. Daarom zeggen wij ook, oorlogen of andere crisissen zijn niet noodzakelijk in het leven om te groeien. Oorlogen zijn altijd de uitkomst voorbeelden van disharmonie, waardoor de mens onnodig veel pijn leidt. We hoeven dus niet door de modder om met elkaar in de wereld te leren samenleven of te begrijpen hoe we onze individuele problemen kunnen oplossen. We hoeven niet door middel van lijden te groeien. Er is dan ook maar feitelijk één uitweg, wat wij noemen de weg binnenwaarts. En dat is de oorzakelijke kant van het lijden gaan leren zien. Tegenover het gevoel van afgescheidenheid een eenheidsbesef ontwikkelen. Met de universele stroom van vooruitgang van al het leven meewerken. Dan leren we in overeenstemming met die natuur te leven. En dat doen onze leraren, die als voorbeeld voor ons zijn, die lopen als het ware op stelten door de modder. Die doen niets meer tegen die eenheid van het leven. En dan verdwijnen conflicten of oorlogen in de wereld. We willen ook eens kijken naar de vraag, wat is een conflict eigenlijk? Want een oorlog is feitelijk een conflict tussen twee groepen of volkeren. Ze komen in onze wereld erg veel voor, maar hoe ze ontstaan en hoe ze groeien, daar hebben we vaak geen idee van. Godfried de Brugge, een andere leider van ons theosofisch genootschap, schreef dat conflicten in het menselijk leven ontstaan uit een aantal dingen. Onder andere onwetendheid, zelfzucht en het gebrek aan broederschap. En zegt hij, dat leidt altijd uiteindelijk tot angst, trots en haat. Waar zijn we dan onwetend van? Wel, we zijn natuurlijk onwetend ten aanzien van die universele wetmatigheden, zoals de eenheid van al het leven, de verbondenheid, maar ook zoals die wetten van karma en reïncarnatie. We missen die visie die onze gedachten en handelingen consequent hebben in dit leven of volgende levens. We doen alleen datgene wat goed is, vaak voor onszelf of voor de groep waar we menen deel van te maken. We weten niet dat het gehele levensweb reageert op elke handeling. En we weten niet waar ons handelen feitelijk toe leidt. Een tweede oorzaak voor die conflicten, die tot oorlogen kunnen leiden, ligt in zelfzucht, ons egoïsme. Of anders gezegd, een gebrek aan altruïsme. Mensen die overwegend gericht zijn op hun eigen belang of het belang van hun volk, zijn niet in staat om anderen boven hun kleine leefkring te plaatsen. En dan kan het niet anders dat we uiteindelijk gaan botsen met elkaar. Een derde oorzaak, hoe conflicten tot stand komen, is een gebrek aan dat besef van eenheid. Een grote groep mensen klampt zich vast aan datgene wat zij kennen, waar ze aan gehecht zijn. En dat willen ze dan ook behouden. En we strijden dan met eigenschappen die niet altijd tot het edelste in ons behoren. Het is niet uit slechtheid, maar dus uit onwetendheid, waardoor we in dat gevoel van afscheidenheid leven, waar zelfzucht uit voortkomt. We zijn onwetend. We missen die visie dat we één gemeenschappelijke oorsprong hebben. We missen dus die universele broederschapsgedachte. Die zegt uiteindelijk dat één enkel mens net zo belangrijk is als het geheel. En het geheel net zo belangrijk als de enkeling. Wat de één raakt, raakt ons allemaal. Ze blijven vaak hardnekkig in het beoefenen van karakteristieken als angst, trots, haat.
En het zijn deze karakteristieken, deze gevoelens, deze intenties die we aan ons handelen meegeven, die ons doen binden en doen terugkeren om de karmische gevolgen die ermee samengaan te gaan herstellen. En als we er één uitlichten, als we naar angst kijken, dan heeft de kracht van angst een enorme destructieve invloed op ons. Angst is namelijk een concentratie op het persoonlijk deel. We verliezen door angst ons zelfvertrouwen ook in ons hoge deel, dat wat we de ware mens noemen. Maar we verliezen ook het vertrouwen in de ander. En iedereen weet dat angst ook een slechte raadgever is in het leven. Het werkt dan ook soms verlammend op mensen. Je daadkracht verdwijnt om door te gaan. Het roept weer andere reacties op. Maar angst kan ons ook in beweging brengen. Maar vaak dan in een verkeerde richting. Dan gaan we degene die de angst oproept in ons als een bedreiging zien. De ander zien we dan als vijand. En die moeten we bestrijden met alle gevolgen van dien. En dit, dames en heren, leidt nooit tot innerlijke vrede in de mens. Het leidt nooit tot vrede in de wereld. En feitelijk is het gevolg dat we lijden in het leven. Angst, trots, haat vernauwen dus ons grenzeloos bewustzijn tot een geheel op zichzelf geconcentreerd persoontje. Waar die hogere kwaliteiten en vermogens die eveneens in ons bewustzijn besloten liggen, niet meer in kunnen doorklinken. Met andere woorden, het niet volgen van universele wetten zoals die van karma, geleid door mededogen en onzelfzuchtige liefde, drukt ons terug in ons lage zelf. En daar leven geen edele karakteristieken. Dit leidt tot ellende, conflicten en verdriet. Met andere woorden, conflicten zijn dus botsende, persoonlijke denkbeelden die ontstaan uit verschillende denkwijzen, verschillende visies op het leven. We hebben ideeën en bouwen een bepaalde denkwijze op en vervolgens verstarren we hierin. Ik heb gelijk, de ander heeft geen gelijk. En als we die conflicten vervolgens gewapend denken op te lossen, hebben we een oorlog. Het positieve is, als we eenmaal weten hoe conflicten ontstaan, namelijk in ons denken, betekent dit ook dat wij zelf in staat zijn om die conflicten op te lossen door onze gedachtenpatronen om te buigen of te veredelen. Misschien denkt u nu, moeten wij een hoop lijden meemaken om te groeien? Nou, het lijkt namelijk wel of conflicten en oorlogen onvermijdelijk zijn in onze wereld. We zijn immers ook allemaal verschillend. We verkeren allemaal in een verschillend stadium van ontwikkeling en wijsheid. We hebben een verschillende visie op het leven. We zien de werkelijkheid allemaal verschillend. Er zijn verschillende religies in de wereld. En die opgebouwde zelfzucht en egoïstische emoties tussen mensen komen natuurlijk ooit tot een uitbarsting. Dan zijn conflicten of oorlogen niet te vermijden. Wij zijn echter van mening dat de verschillen tussen mensen en landen, die er natuurlijk zijn, juist tot verrijking kunnen leiden. Mits we hetzelfde uitgangspunt hanteren, die van verbondenheid en eenheid, die van universele broederschap. En daardoor met respect en met een open mind leren luisteren naar elkaar. We kunnen elkaar hierbij helpen om de hoog opgelopen emoties te laten bekoelen. En via de reden of redelijkheid elkaar niet langer meer zien als concurrenten, maar als lerende mensen die allemaal op weg zijn te worden wie we in onze diepste kern zijn. We moeten echter concluderen dat we er nog niet in slagen om de zelfzucht in ons minder dominant te maken. Maar we kunnen allemaal andere keuzes leren maken in het leven op basis van die universele wetmatigheden die we zojuist bespraken. We hebben een vrije wil om altijd weer een nieuwe weg in te slaan. Tot zover het eerste deel. We houden weer 3 minuten pauze. Kunt u vragen weer stellen via de chat of via vragen@blavatskyhouse.org. En dan zien we elkaar zo meteen weer en dan zullen we de vragen gaan bespreken. Dank u. Astrid, zijn er nog vragen binnengekomen? Ja, zeker. Er is een vraag binnengekomen. Die luidt, wat verstaat de theosofie onder groei? Oh ja. Ja, we zeggen dat wel vaak natuurlijk, hè, we groeien. Maar wij zien groei in het licht van dat bewustzijn,
dat uitgangspunt, wat wij ook in de eerste lezing al naar voren hebben gebracht, dat is in feite grenzeloos, zeggen we. Daar zit alles aanwezig wat die hele oceaan in zich draagt. En groei is in dit licht gezien dan dat we eigenlijk die grenzeloze vermogens, die potenties die latent in ons aanwezig zijn, naar buiten brengen. Groei is dus niet het opbouwen van buiten naar binnen, maar is eigenlijk van binnenuit, als het ware, actief gaan maken en daarmee gaan leren werken, het leren beheersen en dan tot uitdrukking brengen. Dus je zou veel meer kunnen praten van spirituele groei in die zin, ja, je bewustzijn uitbreiden. En daarbij creëren we karma. En er is ook een vraag, zou je in plaats van goed of slecht karma niet beter kunnen spreken over neutraal karma? Als je het hebt over oplossen van een disharmonie. Ja. Nee, het is ook, wij zullen dat eigenlijk niet gebruiken zelf. Hè. Het is neutraal. Wij zeggen eigenlijk karma is strikte rechtvaardigheid. Dus het is niet goed, het is niet slecht. Je zou kunnen bijna boven persoonlijk in die zin, ja, rechtvaardig. Maar vaak wat je wel eens hoort van mensen die van karma horen en er is een tegenslag in het leven. Nou, jij hebt slecht karma. Ja, dat is dus de uitdrukking. En we hebben dat ook net met het eerste deel ook weer duidelijk willen maken. Er is geen slecht of goed karma. Er is karma. En karma is altijd strikte rechtvaardigheid. Je krijgt precies wat je jezelf hebt verworven, zou je kunnen zeggen. Meer niet, maar ook niet minder. En vaak denken we ook met karma dan, wordt vaak ook gebruikt in de negatieve zin, hè? Dat als ze tegen zit in het leven, maar laten we ook eerlijk wezen, er gebeuren natuurlijk ook een heleboel fantastische dingen in het leven. Ja? Is ook karma. Ja. Hebben we onszelf ook verworven. Ja? We gaan er gewoon bijna van uit dat hoort. Dat vinden we normaal, hè, natuurlijk. Ja, 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 ja. Ja, er is een vraag die luidt, wat kan ik nu doen om op een positieve manier, positief karma, om bij te dragen aan de huidige oorlogen? Ja, dat is een vraag. We zullen dat in het laatste deel zeker uitgebreid gaan bespreken. Van wat kan ik nu doen in deze wereld? Maar als je natuurlijk al een beetje hebt geluisterd en ook naar de voorgaande serie over reïncarnatie, dan is het net wat ik al zeg, van alles zit in ons. We hoeven het alleen maar, als het ware, actief te maken in ons. Ja, probeer gewoon eens voor jezelf maar eens naar je hoogste idealen te leven, naar je besef van een rechtvaardigheid. Geef daar maar eens uitdrukking aan in je leven. En dan zal je zien dat het niet altijd zo makkelijk is om dat ook te kunnen doen. Ja? Omgevingsdruk, maar ook in je eigen belemmeringen daar soms in ervaren. Ja. Maar we kunnen dat, absoluut. En als we heel objectief kijken naar de wereld, zien we natuurlijk ook een heleboel mensen die zich inzetten. Juist voor mensen in dat soort gebieden waar rampen zijn. Als ik zie de beelden soms uit de Gazastrook op dit moment en ik zie die doktoren onder alle omstandigheden rustig en kalm hun werk blijven doen, dan denk ik, nou, petje af. Ja? Ja. Er zijn nog weer twee vragen binnengekomen. Mensen die omkomen in de oorlog, is dat negatief karma? Nou ja, weet je, ik denk als we natuurlijk naar dit soort gevallen kijken, oorlog is natuurlijk, ik weet niet of je het negatief moet doen, maar is natuurlijk altijd jammer als we het leven moeten onderbreken, terwijl iemand natuurlijk in zijn verdere leven allerlei dingen had kunnen ontwikkelen. Dus we ontnemen iemand de mogelijkheid om zijn weg te vervolgen. Dus dat is natuurlijk in elk licht gezien jammer. Maar het is natuurlijk zo, karma is natuurlijk niet alleen oorzaak en gevolg en tegengesteld qua karakteristiek. Het is ook een wet van compensatie. Dus we moeten ook realiseren dat mensen die soms door bepaalde omstandigheden gaan en misschien altijd niet met de juiste karakteristieken reageren, toch een soort compensatie gaan ervaren, ja, voor het lijden. En dan kan je denken van wat Joop heeft verteld in zijn lezingen van de toestanden na de dood, dat we daar dan een periode doormaken van gelukzaligheid in een zekere zin. Maar soms zie je natuurlijk ook mensen in het leven die, nou ja, daar gebeurt feitelijk niks. Dat gaat allemaal kabbelend zo vooruit. En dan zeg je, nou, in het licht van karma gebeurt daar niet veel. Ja? Maar het kan best wel eens zijn dat het een leven is van herstellen, als het ware. Ja. Ja? Ja. Dus karma is ook, ik heb dat niet zo in mijn lezingen opgenomen, maar het is ook een wet van compensatie in die zin. Ja, en je zei dat, inderdaad, om je karakter te veranderen moet je bij de gedachte beginnen. Ja. En ik kan me voorstellen dat als je heel lang een bepaald karakter hebt gehad, dat het ontzettend moeilijk is om dat te veranderen. En de vraag die daar eigenlijk op aansluit is, als de haat zo diep zit, zoals tussen de Israëliërs en de Palestijnen, hoe kan dat ooit goedkomen? Ja, dat is bijna, als je kijkt op de huidige momenten, dan denk je, nou, dat,
dit gaat niet goed komen, dit wordt alleen maar verergerd. En als je het nagaat door de wijze waarop we reageren op dat oude karma met dezelfde karakteristiek, bouwen we eigenlijk alweer een toekomstig conflict op. En dat zal ook weer de navenante gevolgen geven. Maar het is een kwestie toch van, uiteindelijk zou je zien, en dat hebben we allemaal in ons leven, gaan we dat een keer meemaken. Is het niet in dit leven, is het wel in een volgend leven. Er komt een keer licht. Er komt een moment dat we zeggen, nou, ik heb daar al zo vaak mijn hoofd gestoten en nu ga ik die deur zoeken. Ja, en zo simpel is het eigenlijk. Ja. Wij leren nog in onze fase, je zou kunnen zeggen helaas, door schaam en schande. Vandaar dat ook soms, wat we dan negatief karma of slecht karma noemen, soms een hele verlichting kan geven aan mensen in die situatie. Ja. Ze komen tot andere inzichten, gaan andere dingen waarderen, waar ze altijd aan gehecht waren, die blijken ineens niet meer interessant te zijn. Dit niet meer toe te doen, ja. En dan lukt het ook echt om, en dan, om verder te gaan. Ik zal daar, er komt daar zeker dadelijk nog genoeg voorbeelden. Dan zal je ook zien dat je in je bewustzijn in feite die vernauwing, die verstarring door alleen maar aan jezelf te denken, gaat openen. En dan kan er in feite ook vanuit je hogere natuur iets gaan stromen. Ja? Ja. Dan ga je het ervaren, letterlijk en figuurlijk, wat wij zeggen. Oké, dat was het ja? voor nu. Oké, dan gaan we verder met het tweede deel, ja. We praten vanavond over kennis van karma en het wapen van vrede.